Als ik terugkijk naar 2019, dan heb ik kijk daar met een mixed feelings naar terug. Want je hebt natuurlijk als in elk jaar prachtige momenten, waaronder inderdaad de installatie van een kindercommissie. Hierbij is de vergadering geopend. Het is heel erg belangrijk juist om kinderen te horen. Kinderen zijn fris, kinderen zijn creatief. En de kinderen van Zuidoost, die wonen natuurlijk in Zuidoost, leven in Zuidoost. En zij zijn degene bij uitstek die weten wat er anders kan en moet in dit stadsdeel. Maar ook verdrietige momenten. Hè, het troosten van ouders waarvan de kinderen bij incidenten gewond zijn geraakt. Dat zijn geen mooie momenten. Ja, dan gaan de gedenksteen onthullen. Is van mijn neefje. Een jaar geleden overleden is neergeschoten. Ja. Dat was jouw neefje? Ja. Wij herdenken Bolle. Vorig jaar heeft er gewoon een tragisch incident plaatsgevonden. Namelijk een jonge man is uit het leven gerukt. Heel Amsterdam Zuidoost staat erachter dat we met elkaar vasthouden om te zorgen dat Amsterdam Zuidoost, dat mooie stadsdeel wat we met elkaar zijn, dat we dat in een warme omhelzing met elkaar blijven voelen. Je ziet het afgelopen jaar dat moeders, vaders, maar ook kinderen zelf opstaan en zeggen, hey, dit is wel heel heftig, hier moeten we iets aan gaan doen. Ik sta hier om jullie allen toe te spreken, om jullie wakker te schudden. Dit moet anders. Ik verheug me enorm op 2020 en ik zal ook vertellen waarom. Ik zie een kindercommissie die helemaal nu full swing is. Jongeren die mij bellen en zeggen ik wil er ook bij. Ik wil ook komen inspreken. Dus dat is heel mooi. Hè? Dus die democratie die zie ik veel meer vorm krijgen in Zuidoost. Maar ik zie ook een campagne die we hebben, Zuidoost werkt. We hebben vorig jaar al 250 mensen aan het werk gekregen. En ik zie dat we dat nu gaan verdubbelen, liefst verdrievoudigen. Dat mensen echt, als je werk hebt, dan voel je je ook echt een onderdeel van deze samenleving. Als ik iets wens voor onze mensen in Amsterdam Zuidoost, dan is het wel onderdeel zijn van de samenleving. Samen gaan voor een Amsterdam, maar ook een Zuidoost waar het veilig is, waar het verrassend is en waar het verbonden is.